zijn wij toegekomen aan het debat tussen regeringspartij VVD en oppositiepartij GroenLinks. Dit is de stelling die de VVD inbrengt. Het is goed dat er door de Turkije-deal minder migranten naar Nederland komen. Mark Rutte en Jesse Klaver, kom naar voren. Meneer Rutte, u mag hem kort toelichten. In 2015 hadden we een enorm probleem in Nederland. Een enorme toestroom van vooral Syrische vluchtelingen. En uiteindelijk zijn we erin geslaagd vorig jaar om onder ons voorzitterschap, ik heb daar zelf over mogen onderhandelen, afspraken te maken, zodat de Balkan nu dicht is. De afspraken zijn gemaakt met Griekenland, zodat Griekenland dicht is. En ook afspraken te maken met Turkije, zodat die toestroom van Syrische vluchtelingen is teruggelopen met meer dan 90%. En die spanningen in de Nederlandse samenleving daarmee zijn verdwenen. Nu staat er een nieuw probleem voor de deur. Namelijk de grote stroom van, in dit geval, kansloze, overwegend kansloze asielzoekers, economisch migranten uit Afrika. We moeten opnieuw afspraken maken met landen als Egypte, Algerije, Tunesië, Marokko, om ervoor te zorgen dat we ook die vluchtelingenstroom onder controle krijgen. Dit is van groot belang. En de vraag is, wat vindt GroenLinks ervan? Meneer Klaver. Het getuigt van werkelijk een enorm cynisme dat deze minister-president trots is op de Turkije-deal en dat hij het succes van zijn minister-presidentschap daaraan afmeet. Die Turkije-deal, voor 3 miljard hebben we onze verantwoordelijkheid afgeschoven. Voor 3 miljard heeft Erdogan de grens tussen Turkije en Syrië gesloten. Voor 3 miljard is het gelukt om mensen niet meer te laten omkomen op de Egeese Zee, in Europese wateren, waar we het kunnen zien. Maar zitten mensen nu vast in Syrië, waar mensen nog steeds de dood vinden. Meneer Rutte, uiteindelijk is deze Turkije-deal geen oplossing geweest, maar alleen een excuus om weg te kijken. Meneer Rutte. Nederland en andere Europese landen die helpen in Zuid-Turkije om miljoenen Syrische vluchtelingen op te vangen. Dat vind ik ook reëel. Als ze niet hierheen komen, dat we proberen om daar hulp te bieden. Volgens mij is dat ook goed. Hetzelfde moeten we doen in Noord-Afrika, want we zien op dit moment dat heel veel mensen omkomen op de Middellandse Zee. GroenLinks gaat nog een stap verder. Die zegt, we moeten nog meer schepen gaan varen om mensen te redden die proberen uit Afrika naar Europa te komen. En wat we nu zien is dat er meer mensen worden gered dan ooit. En de paradox is dat er ook meer mensen omkomen dan ooit. En waarom is dat? Omdat de mensensmokkelaars zien dat al die bootjes varen en het daarom aantrekkelijk is om mensen erop te zetten. En daarom is het zo belangrijk dat we erin slagen om ook dat soort afspraken te maken met Afrika. Voor de mensen, maar ook om ervoor te zorgen dat die spanningen in Italië, in Spanje en uiteindelijk ook in Nederland niet weer gaan oplopen. Meneer Klaver. Meneer Rutte, dit is het grote verschil tussen de VVD en GroenLinks. Ik ben er niet trots op dat, zoals u het zegt, de 90% minder Syrische vluchtelingen naar Europa zijn gekomen. Deze mensen worden bedreigd in hun leven. Ze zijn slachtoffers van oorlog en geweld. En na de Tweede Wereldoorlog hebben we plechtig met elkaar gezworen. Nooit meer zullen wij mensen in de kou laten staan. En dat is nu wat er gebeurt. Want u heeft het hier over migranten en hoe dat komt in die Turkije-deal. U gooit alles op één hoop. Ja, arbeidsmigranten moeten we tegenhouden. En als ze toch de oversteek maken, moeten we ze terugsturen. Maar vluchtelingen dienen wij op te vangen. En ik vind het echt van een cynisme getuigen dat u trots bent op een Turkije-deal. Terwijl mensen in Turkije creperen. Dat is geen fijn land, dat hebben we ook dit weekend weer mogen merken. Maar ook vastzitten in Syrië. Wat we zeggen tegen mensen in Syrië is, u mag best vluchten, natuurlijk, dat is uw recht. Maar u kunt geen kant op, want alle grenzen zitten dicht. En dat is het gevolg van die Turkije-deal. Goed, wat u dus doet, is eigenlijk zeggen, bij iedereen waar ook nog maar enig probleem is, die haal ik naar Nederland. Nee, of in ieder geval naar Europa. Nee, want wat u doet namelijk, u zegt, ik wil asiel laten aanvragen in de landen. U zegt ook, ik wil ook nog hervestigen. U wilt het kinderpardon. U wilt ervoor zorgen dat mensen die uitgeprocedeerd zijn en weg moeten en niet weggaan, dat die alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Dus dat betekent dat met het beleid van uw partij, we uiteindelijk in Nederland met tienduizenden extra asielzoekers in Nederland zitten. Je zag de spanning in de Nederlandse samenleving in 2015. Die moeilijke gemeenteraadsvergaderingen waar bezorgde burgers zeiden, zeker, moet dat AZC zeker nou echt in mijn buurt komen? Zeker. Mensen waren daar bezorgd over. Niet omdat ze tegen de opvang van vluchtelingen zijn, maar omdat iedereen voelde, zulke grote aantallen kan de Nederlandse samenleving niet aan. Weet u wel, en dan denk ik dat het leiderschap is van ons als politici om ervoor te zorgen dat je fatsoenlijke opvang hebt in de regio. Die is er. Maar tegelijkertijd daarmee voorkomt dat hier in Nederland die spanningen weer toenemen. Meneer Klaver. Weet u waarom mensen in Nederland zich zorgen maakten? Ze voelden zich overvallen. Het echte verhaal is dat we al 4 jaar lang wisten hoe groot het conflict in Syrië was. Dat mensen en ook oppositiepartijen, waaronder GroenLinks hier in de Kamer, waarschuwden, laten we onszelf klaarmaken, want er komen straks meer vluchtelingen. U deed het niet. Dit kabinet heeft zich niet voorbereid en we werden overvallen en dus werden dorpen overvallen. Maar nu het volgende. U zegt, de opvang in de regio is goed geregeld. Die opvang is niet goed geregeld.
Kinderen gaan jarenlang niet naar school. Vrouwen moeten vrezen voor verkrachtingen. Kinderen worden uitgebuit door werkgevers daar. Die denken, dit zijn goedkope arbeidskrachten. En wat doet de VVD? Die bezuinigt in haar verkiezingsprogramma 2/3 van het budget voor ontwikkelingssamenwerking weg. We weten dat de grote drijver achter migratie klimaatverandering is. In het verkiezingsprogramma van de VVD zien we geen enkele maatregel die wordt genomen om klimaatverandering te stoppen. Meneer Rutte, u heeft het over het sluiten van deals met loesje regimes. Maar wil je migratie voor de komende jaren echt een halt toeroepen? Dan moet je naar de grondoorzaak en niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Meneer Rutte. Ik weet het, heer Klaver. Lenig is, maar we zitten nu bij de klimaatverandering. Toch nog even terug naar het onderwerp. Ja, hij zegt klimaatverandering niet. Nee, ik snap het even. Dan heeft u het helemaal, dan heeft u er niks van begrepen. Wacht even, niet allemaal. Ik probeer het nog even voor thuis duidelijk te maken. Dus het punt wat werd gemaakt, klimaatverandering, heeft te maken met vluchtelingenstromen die op gang komen. Dat was wat hij zei. Het zijn allemaal oorzaken van vluchtelingenstromen en die moet je er ook aan aanpakken. En daar heb ik net een prachtig debat over gehad met de heer Zegers en aangetoond hoe wij erin slagen als VVD om op een fatsoenlijke manier dat klimaatprobleem aan te pakken. Maar dan ga ik terug naar de heer Klaver. U doet helemaal niks, meneer Rutte. Natuurlijk moet je geld investeren in opvang in de regio. Ik vind uiteindelijk dat je ervoor moet zorgen dat asielzoekers daar worden opgevangen. En alleen als de druk in die kampen te groot wordt, dat je beperkte aantallen naar Europa lift. En wat bereik je daarmee? Dat er inderdaad geen mensen meer omkomen, nu al op de Egeïsche Zee, dadelijk op de Middellandse Zee. Okay. Daarmee bereik je ook dat die spanning in Europa ook afnemen en wij toch op een fatsoenlijke manier onze bijdrage kunnen leveren. Want het land, Nederland, zal natuurlijk altijd openstaan voor mensen die het slachtoffer zijn van oorlog en geweld. Maar het risico van een linkse politiek op dit onderwerp is dat het misschien wel goed bedoeld is, maar heel veel goede bedoelingen kunnen verkeerd uitpakken en leiden tot zodanig grote spanningen in de samenleving dat het hele draagvlak voor het opvangen van vluchtelingen wegvalt. En meneer dat risico loop je bij GroenLinks. Meneer Klaver, weet u wanneer de eerste vluchtelingen van Syrië echt in grote getalen naar Europa en naar Nederland zijn gekomen? Dat was na 4 jaar. 4 jaar in Syrië of 4 jaar opvang in de regio. En in al die jaren hebben alle landen en ook Nederland veel te weinig gedaan om dat te steunen. De opvang in de regio is heel slecht georganiseerd. Dat is precies de reden waarom mensen vluchten. En dan moeten we eens ingaan waarom de VVD ervoor kiest in haar verkiezingsprogramma om 2/3 van het budget op ontwikkelingssamenwerking weg te bezuinigen. 2,7 miljard. Dan blijft er nog maar 1 miljard aan ontwikkelingssamenwerking over. Op welke manier gaat u er dan voor zorgen dat mensen goed worden opgevangen in de regio? Er blijft niks meer over, meneer Rutte. Meneer Rutte. Om te beginnen trekken wij 200 miljoen extra uit voor opvang in de regio. Ten tweede, wil je echt goede ontwikkelingssamenwerking doen, dan moet je ervoor zorgen dat in die landen een middenklasse zich ontwikkelt, dat het bedrijfsleven zich daar ontwikkelt, ondernemerschap, dat is de dragende kracht in de samenleving. En het en die noodopvang, daar trekken we geld voor uit. En 200 miljoen extra voor de opvang van mensen in de regio. Dat is van groot belang. Maar uiteindelijk, als het gaat om ontwikkelingssamenwerking, wat je echt moet doen, is ervoor zorgen dat de ruggengraat van de samenleving, de middenklasse, dat die zich ook in die landen kan ontwikkelen. En dat lukt je niet door er maar miljarden naar uit te gooien. Dat hebben we de afgelopen 50 jaar gedaan. Dat is totaal mislukt. Dus wat krijg je dan bij GroenLinks? Nog steeds, de sluizen staan open voor enorme bedragen die naar de derde wereld gaan. En intussen zullen de mensen uit de derde wereld in hele grote stromen naar Europa blijven komen. En nogmaals, met de beste bedoelingen, maar het pakt echt voor onze samenleving totaal verkeerd. Voordat u het laatste woord krijgt, één vraag nog aan u, want u komt zelf met die Turkije-deal. Denkt u niet, want u liet dit weekend ook vallen, dat die Turkije-deal na dit weekend misschien ook wat wankel is? Dat denk ik niet, omdat die deal ook voor Turkije van belang is. Zij hadden groot last van de mensen die uit Irak en Afghanistan door Turkije op weg waren naar de westen. Ondanks die ruzie blijft die deal in stand. En het tweede is, al zou het op een gegeven moment gaan wankelen, omdat inmiddels ook de Balkan dicht zit. Ook dat is gelukt onder ons voorzitterschap. Daar heeft Klaas Dijkhoff veel werk in gestoken, ik ook zelf. Omdat inmiddels ook in Griekenland zelf de doorloop niet meer mogelijk is. Je was vroeger in 4 dagen van Zuid-Turkije was je in West-Europa. De vraag ging alleen of die deal in gevaar was. Het laatste woord is voor u. Ja. Dit is precies waarom ik vind dat het tijd is voor nieuw leiderschap in Nederland. Ik wil geen leider van een land die er trots op is dat we vluchtelingen geen warm thuis meer bieden. Geen welkom bieden op het moment dat ze worden bedreigd door oorlog en geweld. De echte oplossingen waarnaar we moeten zoeken, die zitten erin dat we mensen inderdaad opvang in de regio geven. Dat je daar fors in investeert. Maar uiteindelijk zal Europa en Nederland zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik sta voor het principe dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld hier veilig worden opgevangen. Oké, punt gemaakt. Applaus voor jullie allebei. Dank je wel.